Mag ik doen hoor? Ja. Paardrijden. Paardrijden. Bij manege de Eekwal in Emmen gaat de droomwens van de 88-jarige Jantje Hidding in vervulling. Voor het eerst in haar leven een ritje maken op een paard. Oh, daar is ze. Wat een mooie dieren. Kijk eens aan, jongens. Maar voor mevrouw Hidding wordt toch maar een ander, kleiner paard van stal gehaald. En daar is vooral dochter Geesje heel blij mee. Ik was er eerst een beetje op tegen, maar het is nou wel mooi. Waarom was u er op tegen? Ja, ik was bang dat er wat gebeurde, dat ze eraf viel of zo. Kom maar even, snuitje. Krijg eens wat lekkers, hè? Zo. Geesje, nu zit dat wat. Ja, lekker, hè? Oh, wat lekker. Ze heeft het er al jaren over, dat ze graag op een paard wil. Dus, en nou hebben ze dat voor haar geregeld. De activiteitenbegeleiders van het verzorgingshuis waar Jantje woont, de Paasbergen in Odoorn, organiseren het uitstapje en daar was wel wat haast bij. Ze krijgt reuma in de handen en dat wordt ook wat erger de laatste tijd. Dus ze gaat ook voor het ziekenhuis na. En daarom leek het mij leuk om dit gewoon zo snel mogelijk in actie te zetten. Jantje had vroeger een boerderij met allemaal dieren en zelfs een paard. Toch kwam het rijden er nooit van, omdat dat vroeger gewoon niet zo ging. En dus grijpt ze nu haar kans. Ik geniet. Ik geniet. Ik vind het zo mooi, hè? Na een klein uurtje is het avontuur helaas alweer voorbij. Ik blijf erop zitten. Als ik genoten heb, ja, kan ik wel metnemen, ja. Maar dan is het toch echt tijd om afscheid te nemen van Snuitje. Ik knuffel geven, hij is lief geweest. Ja, ja. Ja? Oh. Ja. Mag je dat niet hebben? Nee. Ah, sorry. Oh, ja. Dit is aan. Wat mooi, hè?